De blok is weer hot. Kijk, hij gaat weer even door rood. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. En deze maandag, lekker productief jongens, lekker productief. We zijn weer goed bezig geweest deze maandag. Het is inmiddels alweer rond de middag. En ik ga nu richting de gemeente. Ik heb een afspraak bij het gemeentehuis hier in Den Haag. Voor het Eskamp Festival waar ik aanstaande zaterdag aanwezig zal zijn. Het is een heel groot event, dat heb ik al een keertje uitgelegd. Groot event met allerlei verschillende kraampjes, verschillende activiteiten daar te doen. Gewoon een heel tof event voor jongeren. Dus als je wil komen, kom gezellig langs. Ik heb daar nu een afspraak om even alle puntjes op de i te zetten. Ik ga daar naartoe. Ik heb geen auto, met de fiets. Hey, ik zei al een tijdje dat ik een fiets zocht. Ik wil echt een fiets hebben. Waarom? Als het mooie weer wordt, is fietsen echt gewoon het allerlekkerste, weet je. Fietsen, je bent sneller, je bent overal waar je wilt zijn. Plus het is gezond. Ik heb nu even de fiets van broer van Andermoed, die ga ik lenen. Die moet ik even verderop ophalen. Ik heb de sleutel daarvan gekregen. Dus ik ga even lekker fietsen daar naartoe. En ja, en daarna zien we wat we allemaal gaan doen. Dat leg ik nog wel uit. Maar laat de dag wel beginnen en ik zeg, volg. Weer teruggebracht bij broeder van andere moeder. Jammer dat ik niet even de directeur kon tegenkomen daar zo bij het stadsdeelkantoor. Dan had ik even met hem een praatje kunnen maken. Kunnen jullie even zien wie de directeur is van een gemeentehuis hier in Sjiflie. Maar goed, Eskamp Festival. Wees daar aanwezig. Aanstaande zaterdag ben ik daar vanaf 12:30. Maar pas vanaf 1:15 sta ik op het podium. Kom daar gezellig langs. We gaan met z'n allen voetballen daar. Zo samen met de wethouder, die is daar ook nog. Kom nog een freestyle voetballen daar langs. Wordt een gezellige dag. En nu ben ik hier bij broeder van een andere moeder. En ja, we wachten even totdat Samir hier zo komt. En dan de super Maruka. En dan gaan we even kijken wat we gaan doen. Volg! Hoe gaan we sturen? Toen ik mijn eerste auto had, ik sta de 1,70. Ja, die Golf 5 toch? Ja. Duur. Stiekem vinden mensen. Ja. Hey, je hebt bijna die 10k. Ja man, kipasa man, volg mij eens man. Nog 2000 en ik ben 10.000. Hoeveel heb je nu dan? Ik heb nu 7,5 volgens mij. Kijk, mensen, waarom ik dat bijzonder vind is omdat, kijk, van de mensen die altijd met mij chillden, weet je, al die boys en zo, en zeiden altijd van ja, volg mij op Insta, volg mij dit en dat en zus en zo. Maar hun waren nooit echt serieus. Of eentje verwijdert hun account en verkoopt die vervolgens ergens aan iemand. Maar Samir is de verste tot nu toe gekomen en hij zal dan de eerste zijn die gewoon de 10k haalt van een van mijn vrienden, weet je. Dus jongens, Samir, 10k hè. 10k volgers hè. Wat hè? Bekende vloggers. Come on. Tansie, come on. Wat tansie, come on. 10k. Hey, die auto daar voor me komt me bekend voor. Ja. Wie is die lelijke auto dan? Oh. De blok is weer hot, jongens. De blok is weer hot. Kijk, hij gaat weer even door rood. Hier, hij duwt even een auto aan de kant. Hij gaat even door rood. En kijken. Hij gooit hem zo uit. Oh, nee. Weet je wat is met die agenten? Die flesje de boel. Waarom? Wat doen hun? Je gooit die sirenes aan wanneer het druk is. Gaan zo snel tussendoor, pap, 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 gaan zo weg. En dan gooien ze hem weer uit. Dan is er gewoon niks aan de hand. Ze doen gewoon puur om door het verkeer heen te gaan. Niet eens omdat er een noodgeval is. Dat noem je machtsmisbruik. Ga even Terrens pakje halen. Ja. Weet je welke jij moet halen? Donkerblauw gaat jou goed staan. Ik ga ze allemaal passen, man. Niet allemaal, je zieke man. Donkerblauw gaat jou goed staan. Donkerblauw. Kijk hier. Het is goed, het is goed. Je moet even aan, hoe dat? Lopen erin, lopen. Inlopen. Slippertjes, slippertjes, slippertjes. Hier zijn heel veel slippertjes, slippertjes, slippertjes. Slipper hier, slipper daar, slipper hier, slipper klaar. Filipplein, slippers? Villa. Zeg nou gewoon dat je gewoon die goedkoper ziet dat je die wilt hebben. Zeg dat nou. Dat is dat ook, man. Ga jij eens nog even slippertjes halen? Nee, man, ik heb. Heb je al? Ik heb Adidas. Welke Adidas? Die blauwe gewoon. Je hebt zijn naam genoemd. Je hebt hun naam genoemd. Dus nu moeten ze mij betalen. Hè? Jou ik, nu ook. Ik heb een naam. Ja, dus ze moeten mij betalen. Ja, maar het is via mijn vlog. Oh ja, de regen moet al 50.
Bij mij bestaat geen 50-50's meer. Je mag puntjes eten, maar niet te veel. Niet de hele halve brood. Ja mensen, ik kom net van de stad. Ik heb nieuwe schoenen gehaald mensen. En we hebben een paar lekkere donuts gehaald. Lelijk, alleen die broeder, ik had zes donuts gehaald. Broeder van andere moeder heeft er eentje gegeten. Daarna lelijk. Ging die hele weg ging sabon, die schreeuwen. Sabon, in reactie. Daarna hij ging hele weg schreeuwen om die Oreo donut. Hele weg. Geef mij, anders ik ga zelf halen. Ik zei tegen hem, ga zelf halen. Hij zegt, nee, je bent vies, Rick, dit en ze dat, liegen, geef mij. Ze liegen, sabon, allemaal in reacties, sabon. Yo, uiteindelijk, ik heb me gegeven. Vieze sabon, en Twitter. Hij heeft helemaal gegeten. Letterlijk, vieze sabon. Hij heeft die donut helemaal vieze gegeten. Sabon, jullie hebben zijn sabon. Voeten gezien, hè? Kijk, die voeten. En dan wilt hij nog steeds donuts eten. Straat vervuilen. Eerlijk. Trap gegeven. Alleen Sammy mag donuts eten. Omdat ze. Hè? Nee, deze, jullie hebben al genoeg. Doe het voor de vlog. Nee, doe het voor niemand. Laat het thuis zien. Voor de vlog. Maar ik heb nieuwe schoenen gehad. Ik heb een beetje gekeken naar de Fano. Check het mensen. Dit zijn mijn nieuwe schoenen. Vinden jullie ervan? Hè? Laat het even weten in de reacties. Ik vind ze wel nice. En iets anders dan wat ik normaal. Ja, die veten zijn nu heel lelijk. Maar iets anders dan wat ik normaal gesproken draag. Ik ben een beetje out of the box gegaan, Samir. Ja. Ken je die uitdrukking, out of the box gaan? Te ver van stapel. Nee, dat betekent uit jouw comfortzone. Uit jouw, wat jij normaal gesproken draagt, okay. Je gaat iets anders doen. Ja, en laat me jullie een tip geven, mensen. Als jij... Ja, als jij dat toepast in jouw leven, door op het moment dat wanneer je met iets bezig bent, mensen denken van, oké, hij gaat dat doen, weet je, dan is het voorspelbaar, dan gaan ze niet eens kijken. En je doet opeens iets anders, je gaat de andere richting op. Dan ga je succesvol worden. Dan ga je succesvol worden. Kijk maar naar de beste voorbeeld die ik nu op dit moment kan opnoemen hier in Nederland. Ali B. Waarom Ali B? Je gaat denken... Hij verandert maar op een goede manier. Hij komt met iets... Je kan nooit voorspellen... Ja, hij blijft zichzelf, maar je kan nooit voorspellen wat hij gaat doen. Er komt opeens een rapper uit. Eén keer iets heel emotioneel. Je ziet hem huilen bij De Wereld Draait Door. Hij heeft een hit. Weet je, dat is toch weer iets anders, snap je? Dus daarom, als je dat toepast in jouw leven, door elke keer iets anders te doen dan wat je normaal gesproken doet, maar toch jezelf blijft, dan ga je het ver maken. Dan ga je het heel ver maken, mensen. Van niks. Van niks! Van niks! Dat is dus die donut waar we het over hadden. Deze helemaal plat gestampte donut. Maar goed, ja mensen, weet je wat is altijd met mij? Als ik thuis kom, dan heb ik altijd gedachten van, oké, dit ga ik zo meteen vertellen in de vlog. Dit gaat echt heel leuk worden of dit is echt goed om te vertellen. En dan op een gegeven moment val ik in slaap, word ik wakker en dan heb ik gewoon niks meer om te vertellen voor in de vlog. Niks interessants tenminste, niks waarvan ik denk van, oh ja, dat moet ik nog zeggen. Dus jammer mensen. Normaal gesproken ben ik wel altijd wel iemand die best wel veel inspiratie heeft om dingen te vertellen. Maar de laatste paar dagen, aangezien we zo druk zijn, aangezien we zoveel doen, is het een beetje omlaag gegaan. Maar ja, wat doe je eraan? Helemaal niks. Ramadan die komt er binnenkort weer aan. Daar heb ik zin in. Echt weer zin om die Ramadan vlogs weer te knallen. En dan komen die kijkers terug die 11 maanden niks van zich hebben laten zien of horen. Die zijn dan zich aan het vervelen in de Ramadan. Die zijn een uurtje van tevoren nog aan het wachten wanneer ze mogen eten en drinken. En die hebben dan niks te doen. En die komen dan de vlogs weer checken. Jullie zijn ook welkom. Iedereen is welkom. Iedereen mag altijd mijn vlogs checken wanneer jullie willen. Oh ja, trouwens, ik wil nog wel wat zeggen. Ken je een leuke serie of een leuke toffe anime die ik moet checken? Laat even weten in de reacties, want ik ben op zoek naar een serie of anime om te checken. Want ik ben nu klaar weer met die andere. Ik keek het laatste, de Seven Deadly Sins. Tof. 24 afleveringen, best wel kort. Het was wel tof. Alleen ja, ik mis toch echt een vervolgverhaal, weet je. Maar ja, dus kom niet met Naruto, One Piece. Die heb ik al lang al gecheckt. Dat soort animes heb ik al lang gecheckt. Echt een anime waarvan je weet gewoon, die heeft hij zeker nog niet gecheckt. Laat die even in de reacties achter. Een hele toffe serie wil ik ook nog even in de reacties. Dus geen Breaking Bad of dat soort. Ik wil wel de Game of Thrones kijken. Dus als iemand een goede linkje hebt voor mij. Linkje, stuur even een linkje. Dan wil ik dat wel checken. Dus ja, nogmaals. Nu ga ik echt de vlog afsluiten, mensen. Dus voor je zit een leuke vlog, doe er even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. En vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reactie achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af. Met een... Pauw!
heb nergens spijt van. Maar wie staat er aan je zij? En wie vecht er met je mee tot het eind dan? Lagen vliegen voorbij. We vechten tegen de klok, het is een strijd man.